Je uitsloven in de sportschool is onder tieners populairder dan ooit. En jonge jongens willen er vooral zo gespierd mogelijk uitzien. Maar hoe gezond is fitness eigenlijk voor een tiener? Dat vertel ik je in deze video. Ja, ik voel me wel een stuk blijer, een stuk gezonder. Gewoon, je zit veel beter in je vel. Vince Esser is 15 jaar. Normaal gesproken is hij 7 dagen per week in de sportschool te vinden. Het trainen veranderde zijn leven. Ik ben sowieso een stuk minder stil geworden. Ik was een stuk stiller. Een verlegen jongen. Ja. En ik gamede toen superveel. Ja. En nu is dat een stuk minder. Nu ben ik gewoon veel in de sportschool te vinden. Dus je hebt eigenlijk je PlayStation ingeruild voor de sportschool? Klopt, ja. Vince is hierin niet de enige. Het aantal jongeren dat wekelijks naar de gym gaat is in een jaar tijd met 32% gestegen. Tot meer dan 200.000. Toen ik zelf tiener was, werd altijd gezegd dat je pas mag beginnen met fitness als je 16 bent. Want dat zou de groei in de weg zitten. Maar tegenwoordig denken deskundigen daar anders over. Er is heel lang gedacht dat het de groei in de weg zou staan. Inmiddels weten we gelukkig dat daar absoluut niets van waar is. En zien we alleen maar voordelen in van krachttraining en ook bij jongeren. Het zorgt ervoor dat jongeren fitter, sterker en in veel gevallen zelfverzekerder worden. En nog een bijkomstig voordeel, de botdichtheid bij kinderen wordt groter. En dat betekent dat je in theorie minder snel wat breekt. Krachttraining voor jongeren is dus gezond, maar wel onder een voorwaarde. Ik denk dat het allerbelangrijkste is van de boodschap die ik zou willen delen, is dat het onder begeleiding gaat. En doe je dat niet onder begeleiding, heb je een risico dat je bijvoorbeeld met verkeerde techniek tilt. Of dat je zo enthousiast bent dat je te snel te veel wil gaan doen. En dan misschien een blessure oploopt. En dat zou zonde zijn. Op dat fitness voor jongeren onder begeleiding spelen steeds meer sportscholen in. Zo ook Multifit in Tilburg. Het aantal tieners dat er sport is bijna verdubbeld. En kinderen worden er vanaf het begin af aan begeleid. Vind je het goed? Ja. Wij geven hier Kids Fitness. En de Kids Fitness is eigenlijk gefocust op het voorbereiden van fitness in het later stadium. Dus het voorbereiden, het veilig gaan trainen en het leren leuk vinden van trainen in een fitnessomgeving. Wat vind je zo leuk aan het sporten hier? Kan je sterk worden. Wat wil je graag heel sterk worden? Om een muur door te breken, daarom wil ik sterk worden. Heb je dit al vaak gedaan, deze oefening? Nee, want ik ben nieuw. Ben je nieuw? Is dit de eerste keer dat je het doet, Willem? Ja. En hoe vind je het tot dusver? Leuk. Toch ligt er ook gevaar op de loer. En dat zit er met name in sociale media. Als kinderen kijken naar zogenoemde influencers met perfecte lichamen, er bestaat de kans dat sportgedrag ongezond wordt. Gezondheidspsycholoog Catharine Evers deed onderzoek naar de invloed van sportinfluencers op de jeugd. Maar wat mij opvalt is dit. Zie je dat? Dit is bizar gewoon. Sixpacks, een hele mooie gevormde spieren, laag vetpercentage. Eigenlijk het ideale lichaamsbeeld, dat zien ze heel veel. En die denken dan, dat wil ik ook. Ja, dat denken ze zeker. Realistisch is dat voor een tienerlichaam in de groei niet. En bovendien is veel van wat je online ziet bereikt met behulp van anabole steroïden. Of gewoon niet echt. In het perfecte licht, hun lichaam is soms helemaal gesminkt zodat die spieren beter uitkomen. Dus het is gewoon geen reëel plaatje wat je ziet. Voor de 15-jarige Vince zijn een aantal sportinfluencers een grote inspiratie. Dat wil hij zelf ook. Ja, vanavond komt dan mijn eerste video online. Mm-hmm. Dat heb ik dan tegen mensen op school gezegd. Op school krijg je dan te horen van, ja, je doet het echt goed, voor mij ben je echt motivatie. En ik denk via social media en YouTube kan ik zoveel meer mensen bereiken. Vince zoekt het meeste zelf uit. Hij zoekt zijn eigen trainingsschema en hij maakt ook zijn eigen voedingsschema. En wat vindt je moeder ervan? Die is er wel ook beschermend in ook. Ja. Maar ze support me daar wel ook in door me te helpen met eten kopen. Maar ja, ze is wel beschermend gewoon. Ja. En zegt dat ik wel nog gewoon rustdagen tussendoor moet nemen. Ik denk dat we Vince een complimentje moeten geven. Lekker bezig jongen, om mee te starten. Ik denk alleen wel dat als we wat kritischer naar zijn training kijken, dat we er nog meer uit kunnen halen. Dus door een rustdag toe te voegen en bijvoorbeeld nog één actief rustdag, kunnen we nog meer uit zijn training halen. Nou, hij kan ook op zondag bijvoorbeeld zijn moeder helpen met de afwas. Dat is ook goed, hè? De spieren een beetje losmaken. Kortom, jonge jongens die hun PlayStation vaarwel zeggen en in plaats daarvan naar de sportschool gaan, is eerder iets positiefs dan meteen heel schadelijk. Maar let wel op dat het niet doorslaat.
Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.